Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakje 5. Vandaag hebben wij de LG Tone Free Event 6 oordopjes. En deze hebben best wel een hele speciale feature wat je nog op geen enkele andere oordopjes nog vindt van tegenwoordig. En daar zul je later in de video meer even over horen. Oké, dus als eerst beginnen wij met het design en het doosje van de oordopjes. Het ziet er allemaal heel minimalistisch en keurig uit. Lekker compact, dus het is heel makkelijk mee te nemen overal heen. Ik bedoel, als je het ziet in mijn hand, het is gewoon heel klein. I like it, very nice. Je hebt een USB-C aansluiting aan de achterkant, dus het gaat ook goed met de tijd mee. Dus ik hoef maar één kabeltje nodig te hebben voor alles. Dus mijn mobiel is USB-C, dit is USB-C, alles is USB-C en the world is happy again. Waarom mijn laptop? Is USB-C. Wow! Dus naast de USB-C aansluiting op de achterkant heb je ook nog een knopje aan de zijkant. Die kun je drukken en kun je zien hoeveel batterij nog in je doosje zit. Dus als ik hier even op druk, waar zit die hier? Dan zie je hier een ik wil bijna zeggen oranje, maar het is een paars lampje. Je hebt dus drie niveaus wat je kan aflezen van dit lichtje van hoe vol jouw doosje zit. 0 tot 20% is rood, 20 tot 80% is paars, 80 tot 100% is blauw. En hier had ik toch op zich nog wel eventjes een extra lampje nog bij willen hebben. Die misschien kleurt als je bijvoorbeeld 50% is of iets anders. Want 20 tot 80% is toch best wel een verschil, vind ik althans. Als je doosje opent, word je begroet door twee mooie oordopjes met een mooie blauwe licht erin. Helemaal fantastisch, helemaal blits. En naast de oordopjes heb je ook aan de binnenkant nog een extra soort van... Het ziet eruit als een lampje. Is het technisch gezien ook, alleen een lampje die je zelf niet kan zien. Namelijk UV Nano. Het is zo'n klein lampje die UV-straling over jouw oordopjes heen beamt om alle bacteriën te verpulveren en gewoon weg te halen. Zodat jij gewoon lekker hygiënisch de oordopjes gewoon elke keer in en uit kan doen. En gewoon geen last hebt van bacteriën en nare viezigheden in je oor. Dus dat alle bacteriën wat verpulvert de wereld uit is natuurlijk fantastisch. Maar al die klodders oorsmeer blijven natuurlijk nog steeds in die oordopjes zitten. Dus dat zal je nog wel eventjes weg moeten peuteren. Dus om jullie een beeld te kunnen geven hoe de dopjes eruit zien in je oren, zal ik het nu even demonstreren. Je hebt ze nu. Je moet je ze niet die dingetjes naar beneden wijzen. Nee, die moeten gewoon... Eindje. Ja, zo zit ze goed. Gaat ze... Wah! Ja, gaat zo hoor zo. Wah! Gaat ze niet oeh? Nee, niet oeh. Het is wah. Het is wah. Niet oeh. I'm gonna shoot. Dit is hoe het is. I'm gonna look at internet. Hebben ze een voorbeeldfoto van iemand die ze in heeft? Oké. Nee. Zo kan ze ook. Gewoon met je kaaklijn mee. Met mijn kaaklijn mee? Ja, zo. Ja, dat klopt. Help, ik word gegijzeld. Oké, dus zo zitten ze in je oren. En om zelf eerlijk te wezen, zitten ze best wel comfortabel in mijn oren. Natuurlijk, je hebt meerdere dopjes van verschillende groottes heb je erbij. Dus mocht het niet een goede fit voor jou wezen, kun je nog de andere erop zetten om het beter te laten passen voor jouw oren. Ik vind ze lekker zitten. Zit ook vrij stevig, dus als ik gewoon een beetje schud, blijven ze op zich wel in mijn oren zitten. Ze beginnen wel een beetje wat losser te worden natuurlijk. Ik bedoel, er zitten geen haakjes op die goed in je oorschelpen zitten. Dus natuurlijk, als je enorm veel gaat schudden en weet ik wat, zal het eruit vallen. Maar ik bedoel, als je aan het joggen bent en gewoon aan fietsen en weet ik het wat. Ze blijven lekker erin zitten joh, echt waar. En de oordopjes zijn niet noise cancelling. Die functie hebben ze hier niet op, maar ze zijn wel noise isolating of isolerend. Dus dat betekent, als je ze in doet, hoor je toch wel een stukje minder van de omgeving. Ambient sound. Oh shit, nu hoor ik iedereen omheen. Oké, dus ze hebben ook dus, omdat het natuurlijk isolerend is, wil je natuurlijk soms wel eens even wat horen om je heen. Dus hebben ze ook een ambient sound, een omgevingsgeluid functie hierop. Dus wat ze dan mee doen is de microfoon van deze oordopjes pakt dus alles eromheen op. Ambient sound op, oké. Praat nu eens. Hoor je nu een verschil tussen nu met ambient sound of met ambient sound? Ja. Ja. En nu? Praat nu? Eens. Ja. Ja. Ja, je hoort het dus wel beter inderdaad.
hoor je het echt beter? Veel beter. Ik sta je nu duidelijk in. Daarna, zo net was het echt van, ik hoor het net niet helemaal lekker, zeg maar. Maar nu hoor ik je goed. Nou moet ik wel zeggen, het geluid is niet, zeg maar, echt natuurlijk. Je merkt wel dat het door een microfoontje komt van hun oordopjes. Dat wel. En het hele handige ook aan deze oordopjes zijn, is, ik had hiervoor dus niet deze dingen natuurlijk gepaard. Want ik had natuurlijk deze dingen net binnengekregen. Ik had zoals, oké, nou fantastisch. Ik haal ze uit de doos. Ik deed het klepje open. En opeens tot verbazing, ik heb een Samsung telefoon. Nee, het is een LG telefoon. Maar mijn Samsung telefoon, die zei opeens van, hey, er zijn oordopjes in de buurt. De LG, dit en dat. Wil je hiermee verbinden? Ik dacht van, wow. Dit is iets wat ik nooit had gehad ooit. Dus automatisch kon ik gewoon erop, of nee, automatisch, ik moest er wel op klikken. Ik kon gewoon op die pop-up klikken en ik was verbonden. Had je dan, was dat zonder app? Zonder app. Je kan zonder app kun je al verbinden. Hij geeft ook meteen aan, zodra je verbonden bent met de oordopjes van, oh, we hebben ook een app trouwens, die kun je ook uitproberen. Zeg van, ja oké, die wil ik wel. En dan ga je, klik je erop en dan ga je naar de Play Store, download je hem en dan heb je de app. En het is echt super gemakkelijk, joh. Deze ervaring met oordopjes heb ik echt nooit gehad. Het was altijd geklooi, of je moest naar de Play Store, of je moest weer wat. Ja, het was altijd gewoon een beetje net zo'n omweggetje. Dit is gewoon, hup, direct, bam, 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 weer dit, weer dat, weer zus, hup, 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 klaar, oké, dan. En hoe is de app? Hoe is de app? Nou, het is goed dat je dat vraagt. Ik zal hem eens even hiervoor pakken. Dus in de app kun je precies zien hoeveel batterijen in elk oortje zitten. Alleen niet in een doosje. Dat kan alleen echt met het lichtje hierop. Vind ik jammer. Ik had wel gewild dat ik dat ook kon zien. Maar helaas kan ik dat niet zien. Maar ook trouwens, dat vond ik ook vet. Dat vond ik ook leuk. Als je ze in had. En je ging gewoon lekker filmpje kijken. En je hebt weer. Mijn moeder die wil vaak wel al net toevallig tegen me spreken. Altijd als ik aan een filmpje aan het kijken ben. En hij pauzeert. Je hoeft niet eerst weer app klik, klik, pauzeren drukken. Het is gewoon oortje uit. Hij pauzeert automatisch. Doe je hem erin, speelt hij weer af. I love it. Ik vind het is echt zo handig, vond ik dat. Voor de rest in de app heb je nog een aantal settings. Hier hebben ze samenwerking gedaan met Meridian, een Britse geluidsbedrijf. En normaal zeggen we samenwerkingen nog niet zo heel veel. Vaak is het zo van, het is gewoon een labeltje wat ze erop plakken en hopen dat ze wat meer verkopen en voor de rest niks. Alleen hier denk ik wel echt dat ze wel wat toegevoegd hebben aan het product zelf. Dus ze hebben hier een hele handige EQ toegevoegd, een equalizer setting, waaronder dus immersive. En wat het dus doet is, het gaat een beetje simuleren alsof een beetje wat meer ruimtelijke geluiden om je heen zitten. Ja, hoe zeg je dat? Niet de oordopjes in hebben, maar dat er echt gewoon boxjes wordt naast staan. Dat je helemaal niet ja, een beetje zoiets. Een beetje een headphone idee. Want headphones die hebben altijd wel wat wijder, zeg maar, soundstage. Dus de soundstage die wordt gewoon eigenlijk wat groter. Dat is een beetje wat het doet. En dat doet het ook best wel goed trouwens. En je hebt ook de bass boost equalizer. Dus dat hoort eigenlijk de bas te verhogen. Alleen, ik heb zelf gemerkt, de bass boost is letterlijk gewoon immersive. Alleen het is gewoon alsof je weer normale oordopjes gebruikt in plaats van dat hele ruimtelijke idee. Dat is letterlijk het enige verschil wat ik daarmee hoorde. Dus ik hou hem gewoon altijd lekker op immersive, want ik vind het fantastisch om het zo lekker om me heen te horen. Voor de rest heb je natural, dat is gewoon bass boost, maar net even een tandje lager. En treble boost is natuurlijk om de trebles wat te boosten. Ja, dat is precies hoe het zegt. En om eerlijk te zijn, immersive vind ik het beste. En het klinkt gewoon allemaal al super fantastisch en helder. En alles is wat ik gewoon maar wil in oordopjes. En dat doet het allemaal echt goed. Ambient sound kun je aanpassen hoe verre jij van de omgevingen hoort. Als je een klein beetje wil, kan het een klein beetje. Maar als je zegt, ik wil alles horen, dan kun je het op een maximale setting neerzetten. Je kan ook de touchpad kun je uitzetten. En je kan ook je touchpad functies aanpassen als je dat wil. Voor de rest kun je software updates doen en je kan ook Find My Earbuds. En dan ben ik wel even benieuwd naar, want die heb ik niet geprobeerd. Ik vraag me af hoe ze dat dan een beetje doen. Dus dan kun je met een geluidje, denk ik, jouw oordopjes weer terugvinden. Even kijken. Dan doe ik even het linker oordopje. Heel zachtjes. Alles is aan. Ja.
Hoe hard worden ze? Ik denk dat ik dat het maximale is. Ik weet niet echt of je ze dan terug kan vinden. Nee. Ja, alleen als ze ergens onder de bank in zo'n spleetje zit of zo. Dan... Oh, kijk. Ja, als je toevallig net in de buurt bent, dan kun je misschien net terugvinden. Het is niet een gigantisch hard geluid. Ik had het op zich ook niet echt verwacht om eerlijk te zijn. Stil. Oh, niet meer. Oké. Het is niet een vrij hard geluid, zeg maar. Het kan je misschien net even helpen om het ergens te vinden. Stel, je hebt hem hier ergens op een stoel zitten, zeg maar. Die loopt hier net voorbij en dan kun je net, zeg maar, horen. Is handig. Zelf zeg ik altijd van, doe ze gewoon meteen in het kistje. Dan hoef je ze nooit meer terug te zoeken. Het kistje zelf. En die maakt geen geluid, verdikke me. Ja, en dat zijn de oordopjes. Eindoordeel, is dit jouw zuurverdiende centjes waard of niet? Met alle features en alles wat erop komt en aankomt, vind ik het €150 toch best wel waard. Je krijgt super goede audio kwaliteit, super schone oordopjes betreft met de bacteriën, zeg maar, die helemaal weg zijn gevaagd door UV Nano. En USB-C aansluiting, wat heel fijn is. Goede software. Ze zitten lekker. Maar de batterijleven had ik op zich misschien nog wel iets langer gewild. En dat je precies kan zien hoeveel batterij er nog over is in het doosje, had ik op zich ook wel fijn gevonden. Ik vind het zelfs niet top. Ik raad ze aan voor €150. Je zult er geen spijt van hebben. En dat is mijn oordeel. Dank voor het kijken. En tot de volgende keer.